Goedemorgen. Het is vrijdag 29 mei 2015 en we zijn in Zwemmen. Bij Arjen de Kammer. Bij Ben. Dit is Jan. Jan is aan de lichter. Goedemorgen Jan. Ja, goedemorgen jongen. Hoeveel heb je bij je? 10,5. Hoeveel maak je ervan? 35. Goeiedag. Dat is niet meer. Nou, gaan we hier eens kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is de opdrachtgever. En daar staat zijn mooie vrouw Anita. Zeg meneer, dit is totaal een renovatie? Nou, niet totaal een renovatie. We zijn de deel opnieuw aan het inrichten. Er komen hier twee bed- en breakfastkamers en een appartementje in. En Rijn die is daar een paar weken geleden mee begonnen. En die hoopt voor de bouw vaak het spul klaar te hebben. Zo? Ja. Nou, dan moet je... Dus die is enthousiast begonnen. Als je de schuim toch hebt, dan ben je weer in de opbouwende fase. Ja. Zo is dat, ja. Het breken hebben we gehad. De herrie hebben we gehad. Ja. Eddie, hoe gaat het, jongen? Goed. Goed. Ja, dat klopt, ja. Ik zal zo terug. Ik heb mooi laag, hè? Zeker, hè? Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, dan komen we bij meneer Sammers. Meneer Sammers, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier in de Zwilderen, heb ik net verteld. En, ja. Nou, vertel eens even, wat doen we het allemaal? Nou, we hebben hier een schuimbetonvloer gestaan. En op deze schuimbetonvloer komt zelfs rechtstreeks vloerverwarming. Totaal isolatie? Het voordeel van deze schuimbetonvloer is dat het hele hoge isolatiewaarde heeft. Ja. Ja, 30 centimeter hier 3.0. Ja, 3.0. Ja. En hierover komt gewoon vloerverwarming natuurlijk. Hier komt, staat een wateringnetje van rond 6. En daarop komt 8 centimeter afdekvloer nog. En daar komt inclusief TL. Ja, inclusief. Ja. Oh, schitterend. En dan gaan we hier rechtstreeks op deze vloer kunnen we de banden opzetten. Een mooi snel product. En ja. Hoe lang gebruikt u schuimbeton? Hoe lang? Ja. Als u al schuimbeton gebruikt? Hoe lang doe je er al? Ongeveer 8 jaar. Zo. En de ervaring met schuimbeton is nog altijd... Goed. En dat doe je in samenwerking met? De Noordelijke Beton. Noord-isolatiebeton. In Leek. Ja. Nou. Ik zeg succes met de bouw. Ja, dankjewel. Geweldig. Als laatste doen we die mooie mevrouw er nog iemand op.